Brugman. Wij zijn samen bezig met een fotoproject op het beeld. Met portretten en landschappen. En ik wil eigenlijk beginnen bij het begin. Toen ik in 1999-2000 in Nieuw-Zeeland was, schreef ik iets in mijn dagboek. Wat eigenlijk ook over oude ziel gaat. Dat wil ik eigenlijk even voorlezen. Ik was toen aan het werk in een appelboomgaard en mijn geld bij het verdienen. Ik sta in de orchard. Ik ben aan het werk. De appels, Braber, Gala, Supergala, glijden door mijn vingers. Een krakje in de palm van mijn hand, dan een doffe pof op de grond. Eén voor één laat ik ze vallen. Soms hebben de poffies een ritme, of vallen ze als regen tegelijk. Ik sta hier in de orchard. De appelbomen in lange groene rijen. En plotseling hoor ik de kerkklok. De Julianatoren van Oudebotzijl. In mijn hoofd. Bim, bam, bam. Natuurlijk is het er niet echt. Maar ik hoor het. En moet plotseling even denken. Dat alles daar nog steeds hetzelfde is. En de tijd daar ook nog loopt. Mijn plofjes zijn even het ritme kwijt. Nou, dat schreef ik dus toen ik op reis was. En ik woonde toen al meer dan 20 jaar weer in Oude Ziel, waar ik dus geboren ben. En eigenlijk is dat een beetje de aanleiding voor dit fotoproject geweest. Omdat ik altijd een verbondenheid heb gevoeld met het beeld. En eigenlijk nog steeds, ik woon nu al meer dan 30 jaar niet meer. Maar wilde ik eigenlijk een fotoproject maken over het beeld. Over dat eigen gevoel van verbondenheid, maar ook wat andere beelders voelen bij hun streek. En zeker in de tijd dat de gemeentegrenzen ineens veranderen. En wat betekent dat eigenlijk voor beeld? En daarom zijn we begonnen. Ik begon op een hele andere manier. Ik had een paar jaar geleden een koffieochtend. Dus zoals je dat hebt, als je zelfstandig ondernemer bent, met andere zelfstandige ondernemers die ook allemaal leuke dingen willen doen. En ik kwam daar Brenda van der Laan tegen van Oudebeeldijk. En die wilde een fotoboek maken over de Oudebeeldijk en de huisjes daar. En dat die allemaal zoveel verrassingen in zich hebben en dat deed haar zo prachtig. En ik als fotograaf zei, ik wil dat wel fotograferen. Sorry, ik ben een beetje zenuwachtig geworden natuurlijk door de mannen achter. Dus wij dachten, we gaan dat beginnen en we gaan mensen zoeken die daar aan mee willen werken. We beginnen een Facebookpagina, wonen aan de Oudebeeldijk. En we kregen al heel snel heel veel volgers. Alleen dat project kwam heel moeizaam op gang. En toen kreeg ik opeens telefoon van een Bouke Venema. En die zei, jij bent met een project bezig op de Oudebeeldijk. En wat is dat voor project? Ik wil daar ook iets van doen. Zij had mijn naam doorgekregen van iemand van de gemeente die... Waar ze probeerde subsidiebas te krijgen, wat wij nog steeds aan het proberen zijn. Jaren geleden. Al jaren mee bezig. En toen zei die meneer van de gemeente van ja, maar er is nog iemand met het project bezig, misschien moeten jullie hun krachten bundelen. Dat deden we niet meteen, maar we dachten wel van het is wel leuk om onze beide projecten onder één paraplu te doen. En laten we daar nou een leuke naam voor bedenken. Toen kwam hij. Jan, die daar staat, die al veel op het beeld komt, want jullie kennen het vast al van Radio 1 locatieverslag. En die zei van, oh, misschien moet je eens naar de revue luisteren. Dus wij hebben YouTube filmpjes opgezocht van de revue van het beeld. En toen kwamen we op de mooie locaties. En dat is de koepel geworden waar onze twee projecten in eerste instantie onder vielen. In eerste instantie ben ik begonnen met een dorpsportret van Oude Ziel. Ik heb daar na anderhalf jaar ongeveer foto's gemaakt met een digitale camera. Snapshots gemaakt. Maar uiteindelijk bleek dat ik toch heel erg op zoek was naar plaatjes van vroeger, herinneringen van vroeger. En dit zijn een paar voorbeelden. Zwart-wit foto's zijn van nu. Maar de kleurenfoto's zijn van vroeger, dus uiteindelijk
ken ik het wel. Kirsten. Ik ga een vlog houden. En toen kwam Dieter weer in beeld en zijn we elkaar gaan versterken. Nou ja, sommigen van jullie weten misschien dat ik verslaggever ben bij de Leeuwarden Courant. Dus ik interview nog wel eens mensen. En we zeiden tegen elkaar, weet je, die twee projecten die liggen nu een beetje naast elkaar. En dat is eigenlijk jammer, want misschien concurreren we elkaar daar ook wel wat mee. En het is veel leuker om het samen te doen en samen iets moois te maken. En dus toen hebben we de taken wat anders verdeeld. Ik ben niet meer, je ziet hier, ja, je ziet hier het moment waarop we besluiten samen verder te gaan. En, en nog een beeld van een leuke locatie waar ik al had gefotografeerd voor dat eerste project. Een aantal van die foto's van dat eerste project van mij zijn terechtgekomen in het boek over de Beeldse Bank, die jullie misschien wel kennen. Wat ik daar leuk aan vond, is dat ik mensen begon te interviewen over wat voor band ze hadden dat het herinneringen over de bank. En daar kwam ook weer die verbondenheid met het beeld en met het land in naar voren. En die nieuwsgierigheid naar Wilkert, verbondenheid met taal en het gebied, die komt nu extra tot zijn recht in het boekje wat wij samen aan het maken zijn. Ze plannen dit uiteindelijk wat gewijzigd en ook de aanpak werd gewijzigd. En wat we zeiden net al, de digitale camera hebben we thuis gelaten en we zijn overgestapt op dit oude beestje van Bankje en daar kan ze zelf het beste wat over vertellen. Ja, dat is dus een 19e-eeuwse platencamera. Ik vond het leuker om langzaam te werken, om wat bedachtzamer te werken, om ook het beeldse licht te gebruiken voor de portretten die ik maakte. Ja. Nou ja, hier zijn dus een aantal van de portretten die ik heb gemaakt. Ik gebruikte altijd het licht van buiten, dus zo puur mogelijk, zo echt mogelijk. Nou ja, net als het beeld is, gewoon zoals het is en niet gekunsteld, niet digitaal, gewoon zoals het is, puur en echt. Ja, en ik had een inspiratiebron. Ik had inderdaad een boekje van Broedertrouw gekregen van mijn vader, waarin hele mooie portretten, 19e-eeuwse portretten stonden, van Wilkert. En ja, dat heb ik eigenlijk een beetje als inspiratiebron gebruikt en ik wilde ook op die manier werken. Ja, hier hebben we Sietsen. En ja, toen zijn we dus gaan fotograferen en gaan interviewen. En ja, ik laat gewoon even een paar voorbeelden zien met wat citaten die daaruit zijn gekomen. Ondertussen moesten we natuurlijk bedenken wanneer we met dit boekje zouden komen. En deed zich natuurlijk in 2018 niet alleen Leeuwarden komt in de hoofdstad, maar ook Leeuwarden, welke beeld die opging in de nieuwe gemeente Waalwijk. Een moment voor waarop we zeiden, ja, dit is het, hè. Nu speelt het volop. Mensen realiseren zich dat ze iets kwijtraken.
en misschien ook wel dat ze iets heel moois hebben. De taal en het gebied in het beeld. En wat moet daar verder mee gebeuren? Nou, wij vonden in ieder geval met elkaar dat het bestendigd moet worden, vastgelegd moet worden, dat er een soort boek over het beeld moet zijn waarin die verbondenheid staat die Bouke voelt, die jullie voelen. En we zijn interviews vooral ingegaan over die twee dingen, het landschap en de taal. En soms ligt het bij je heel erg en dat kan ik daar nu op de taal. En daar kijken we ook prachtige citaten over. En soms is het heel erg juist het landschap dat mensen nou ja, vasthouden, zeg maar. Er was zoveel te vertellen over het beeld dat we uiteindelijk een boek aan het maken zijn wat uit meerdere delen bestaat. We hebben portretten met interviews, maar we hebben ook landschappen nou ja, met specifieke citaten van mensen. En hier nog wat portretten. Vast wel bekend. Dat is mijn vader, Roep Venema. Brenna van Zee. Nou, we zijn bezig met een boek. Een boek dat dus uit vier delen bestaat. Een stuk gaat over het dorpsportret van Oude Ziel. Een deel gaat over de portretten met interviews over taal, identiteit. Ik wil heel erg vertelsnel worden. En een deel wat, wat landschappen zijn. En er komt één deel en dat deel is nog helemaal leeg. En daar gaan we het komende jaar gaan we daar nog een heleboel portretten maken van hopelijk onder andere jullie. Om het laatste deel ook nog mee te vullen. Zie je, dit is wat dan heet een dummy. Er staat dan nog geen foto in. Want het echte drukken, dat moet nog gebeuren. Dat gebeurt uiteraard in de buurt. Bij Telegraaf de Jong, zeg ik dat goed? En de binder, Pieter Goma, woont tegen de beeld aan, net niet, maar hij voelt zich heel erg verbonden met ons en met ons project. En we willen met z'n allen daar iets heel erg moois van maken. Dat gaat ook vast lukken. Maar daar hebben we hier en daar nog wel een beetje steun nodig. En wij dachten, waarom moeten we hier over vertellen? Want hier zijn allerlei beelders bij elkaar. Dus als er iemand is, of als er mensen zijn die dit van willen hebben, dan zitten die vast hier in de zaal. Dus wij hebben een lijstje bij ons. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de vorderingen van dit project, dan kunt u daar een mailadres achterlaten. Dan krijgt u van ons bericht. En de accu is bijna leeggezet. Ja. Wat moeten we vertellen? Het boekje is nu nog in de ontwerpfase. Elk boekje heeft zijn eigen speciale inhoud ervan gezegd. Het eerste is het dorpsportret met het begin van dit hele project wat we net zeiden. Het tweede worden interviews en de portretten. Het derde boekje, wat je over alles moet lezen, zeg maar, staat. En de landschappen liggen. En dan is dat laatste boekje, dat wordt ook weer een albertje waarvan je foto's later toegestuurd krijgt. Die kan je inpakken, dat zijn gekoende plaatjes, dus het is ook echt zo'n plakboek van vroeger. Dus ook weer een eigen albertje. Dus die vier albertjes samenkomen in één cassette. En wat we erbij moeten vertellen is dat elke cassette een nummer krijgt, dit is laatst. Het beeld heeft bestaan van 1505 tot en met 2017. Elke cassette krijgt alle jaartallen op een of andere manier verwerkt in op een boekje. En iedereen die een boekje koopt, krijgt een eigen jaartal. Dus van 1505 tot 2017 wordt het genoemd. Elk boekje wordt daarmee uniek.